Ja, vrienden. Ja, ik doe deze even af hier. Kijk, hier. Geen kip te bekennen, dus dan... Hup, dan kan hij even af. Ja, we moeten het even hebben over AstraZeneca, vrienden. Ja, want... wat is daar allemaal niet mee aan de hand? En iedereen moet nu zo'n beetje die beslissing gaan nemen, toch? Ja, wil ik wel AstraZeneca? Wil ik geen, niet, wel? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? En iedereen zit maar een beetje... Maar luister eens even goed. Al die twijfel bij al die landen. Noem het maar op. Is het niet Engeland, dan is het wel Zweden. Is het niet Denemarken, is het wel Noorwegen. Is het niet IJsland, dan is het wel Ierland. Ook Nederland. Al die landen twijfelen. En ze zitten ook allemaal te goochelen met die leeftijden. Ja, want nou is het in één keer alles onder de 60. Ja, die mag geen prik meer hebben. En boven de 60. Oh ja, nee, prik maar raak. Daar is niks mee aan de hand. En zelfs hier in Spanje... Daar hebben ze hem helemaal voor elkaar. Want hier krijgt AstraZeneca alleen de groep tussen 60 en 65. Die krijgen AstraZeneca. Dus voor ben je 59, dan is het levensgevaarlijk. Ben je 66, dan krijg je het niet. Wat slaat dat nou allemaal op? En dat brengt die twijfel, al dat gedoe. En eigenlijk moet je dan gewoon jezelf afvragen... Twijfel ik ook. En twijfel, vrienden, let goed, twijfel zit niet alleen hier hè, in je hoofd. Nee, twijfel, let goed op, hè. Ik ga het je aanwijzen. Twijfel zit hier. Hier zit de strook twijfel in je lichaam. Net boven je navel, daar zit de twijfel. Dan voel je het ook. En dan weet je van, dat deugt niet helemaal. Dat is niet helemaal oké. Want vaak, wat gebeurt er in het leven? Dan heb je die twijfel en dan voel je hem ook daar, net boven die navel. En dan doe je het toch. En dan weet je achteraf, nee, ik wist het al. Ik wist dat het niet goed zat. Want ik heb hier die twijfel, die heeft me dat al verteld. Dat is het. En dat gaat ook op nu, bij de AstraZeneca. Want vrienden... Iedereen kan wel zeggen van ja, maar je wordt eerder nog getroffen door de bliksem dan dat je iets oploopt met die AstraZeneca. Ja, of een bevriende dokter die zei tegen mij, Harry, je wordt nog eerder zwanger dan dat jij iets oploopt met AstraZeneca. Ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar als er zoveel gedoe is om die AstraZeneca en al die landen twijfelen. En je ziet maar gebeuren toch links en rechts ongelukjes. En je zal het maar net zijn. Ja, je zal het maar net zijn dat jij degene bent die hup een bloedpropje hebt. En hup, en je bent er niet meer. Dat zal jij net maar zijn. Dus vrienden, ik denk alleen maar. Ga even na. Hier, daar zit hij. Die twijfelzone. Als die het aangeeft, dat is een goede raadgever, dan luister daarnaar. En net zoals we vroeger het altijd zeiden, bij twijfel niet inhalen.